Veel scholen hebben vandaag hun deuren gesloten gehouden vanwege stakingen georganiseerd door C47 en samenwerkende bonden. De acties zijn gericht op het terugdraaien van de verhoogde stroomtarieven die als te hoog worden beschouwd. Verschillende onderwijsbonden, waaronder bij Vols, steunen de actie, evenals andere vakbonden in diverse sectoren, zoals de politiebond en medisch personeel. De stakingen zijn onderdeel van een bredere beweging tegen het regeringsbeleid, met verschillende bonden die zich aansluiten bij de acties van C47. De scholen zullen waarschijnlijk ook morgen gesloten blijven.